Goedenavond iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben zo enorm moe. Oké, ik was zien naar mijn ogen trouwens. En we zijn dus moe omdat wij dus al meer dan een uur in mijn kamer zitten. En ja, het is gewoon soms een beetje inkakmoment dan op mijn bank natuurlijk. Oké, nou, daar is nog gewoon lekker muziek, een beetje op mijn Facebook aan het kijken. Van ik ben naar op zoek naar een vloerkleed, een hoogpolige, zolang als dit. Maar dan een donkerbruin of lekker donkergrijs. Ik wil gewoon een andere kleur, want dit past niet echt bij de bank en alles. Dus daar was ik even naar aan het kijken en een paar foto's aan het bekijken van vroeger van ons. Van mij en mijn zus en mijn broertje. Want dat was hartstikke leuk. Alleen, even kijken hoor. Oké, want ik heb deze hele mooie, ik heb hele mooie foto's trouwens. Want je hier zo ziet, deze heb ik. Ik heb, dit was met mijn oma en mijn broertje. Dit was mijn zusje Nina. Mijn Nina nog steeds. Ik en Nina. Dit vind ik ook zo mooi. Sorry voor het boeren natuurlijk. Ik kan ook niet echt aan mij eigenlijk. Ja. Maar dit vind ik ook een hartstikke mooie foto. Dit is Amelia, Danielle en Sylvie. Hartstikke mooi. En dat heb ik ook even naar gekeken. En nou ja, wat voor foto's heb ik nog meer? Ik heb dus deze allemaal. En die en die. Ik heb deze, dat is mijn zus en mijn moeder natuurlijk. En dit was in Zwitserland. Zie je mij, mijn broertje en mijn zus. Gingen we bij Zwitserland stoppen. En dit was in Lago di Como. Zie je hier beter. Lago di Como is Italië, een hele mooie plek. Zoek maar op het internet als jullie dat graag willen zien hoe dat eruit ziet. En dit was mijn zus en ik. Ik in bij een brug bij de Como meer. Dit was vroeger gingen we met papa hier eens een keer heen. Dat is bij hoe heet het? Le Bois Fleuri of zo, dat is die camping. Dat is in Zuid-Frankrijk. Een hele mooie plek. Dit is een plattegrond natuurlijk, dat is heel groot. En dan hebben we dus eventjes, dit is die camping. Heel mooi. En dit zijn die huisjes waar we dan in zaten. Allemaal grind en al. Dit is de kermis in Hoge Zand. Elk jaar zie je die kermis. Gemeentehuis in Hoge Zand. En daar ga ik natuurlijk wonen, dus dat is hartstikke leuk. Alleen, ja, we zijn wel echt aan het inkakken nu. Echt moe aan het worden, maar ja, is niet heel erg. We gaan eventjes, wat gaan we doen? We gaan Dio kijken, wat we altijd doen eigenlijk. En ja, dat moet ook gebeuren. We moeten wel Dio kijken, want anders vergeten we dat weer straks. Dat moeten we niet hebben. Dus flauw gevallen, gelijk naar de dokter doorklap op mijn hoofd. Oké. Dus hij is flauw gevallen, Gio. Dat hadden we niet aan gedacht. Of ja, dat is Gio. Flauw gevallen. Gelijk naar de dokter door de klap op mijn hoofd. Oké. Die dus. Maar we moeten ook even kijken als ze nog een ouder is. Want dan hebben we vergeten dingen. De eerste. Ik kan haast niet praten, zo moe ben ik. Sorry hoor, maar. Oh. Deze heb ik nog niet eens gezien. Nou, Vida XL, allemaal reclame. Vet irritant, maar ja. Dit is hem. Dit is de eerste die ik nog niet gezien. Oh, ik heb een stankaf inderdaad. Let's go. Deze is hartstikke mooi. We kijken dus elke dag naar Gio, hè? Elke dag kijken we naar vlogs. En dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar sommigen zijn er ook wel gek van natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Maar we gaan eventjes water in mijn gezicht gooien. Van ik heb het gewoon. Ik ben gewoon moe. Oh, heerlijk even zo. We gaan trouwens ook zo douchen. Dus ik weet niet waarom ik dit doe eigenlijk. Dus. We gaan even wat drinken en dan gaan we zo eventjes douchen.
hebben heel veel reacties gelezen over dat als het de volgende zou zijn dat het heel veel kans dat die andere ene van ons ook dood zouden gaan. Is het er dan? Zo, hierbij laat ik de vlog, sluit ik de vlog af en dan zien jullie mij morgen weer bij de nieuwe video's en dat wordt hartstikke leuk, want we zijn morgen bij mijn moeder, dus in Hogezand. Dus dan gaan jullie weer mooie beelden zien. Tot dan en later.